Hi allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een grote zeeman shoplog. Namelijk laatst, ik heb weer online best wel een bestelling geplaatst. Het is van alles nog wat. Ik heb een cadeautje voor Luc gekocht. Ik heb wat dingetjes van mezelf gekocht. En voornamelijk, als ik eerlijk ben, heb ik allemaal dingen gekocht voor de Disney winactie die binnenkort op Instagram live zal gaan. Als je mee had gedaan aan de vorige en die graag wilde winnen, zou ik je zeker aanraden om mee te doen met deze. Want ik heb echt heel erg veel geshopt. Niet alleen bij de zeeman, maar bij van alles nog wat. En er zit echt van alles nog wat ook tussen in de winactie. Dus ja, vandaag krijgen jullie ook best wel wat Disney items te zien. Voordat we in deze grote zak gaan duiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we dan nu in gaan duiken. Ik vind het eerlijk gezegd zelf ook een beetje spannend. Want deze zak is echt mega. Maar hij kwam al open. En dat is niet door mij. De postbezorger zei gelijk tegen mij van dat hij open was gegaan met vervoer. En dat hij had gecheckt of zeg maar er iets in de bus lag. Ja of nee toen hij het zag. Dus ik hoop heel erg dat alles oké is aangekomen en dat alles er is. Maar dat gaan we samen ondervinden. Oh, en trouwens ook helemaal vergeten te zeggen, zoals altijd, wat ik kan vinden zal ik hieronder linken, mocht je nou ergens interesse in hebben. Dus dan kan je het daar terugvinden. Als eerste, en deze had ik gekocht voor de Disney winactie, namelijk deze lunchbox. De vorige keer had ik er eentje al gekocht bij de Zeeman van 101 Dalmatiërs. En ze hadden ze nu nog steeds. Dus ik dacht, ik doe nu een andere. Dus deze heb ik genomen in het geel met Bambi erop. Het ontwerp is echt geweldig. Ik vind hem echt super schattig. Deze wordt verkocht voor €2,99 bij de Zeeman. En dit was een van de items met de vorige winactie waar heel veel positieve reacties op kwamen. Vandaar dat ik dus zelf alleen een ander ontwerpje erbij heb gedaan dit keer. En ik vind het gewoon super schattig. Weet je, je kan dat gebruiken voor een lunchtrommeltje, voor school, werk. Maar natuurlijk ook gewoon kan je het in huis gebruiken. Bijvoorbeeld als je een ananas koopt, dat doen wij namelijk hier thuis altijd. Als je een ananas koopt en je snijdt hem en dan in de koelkast moet zetten, daar is zoiets ook altijd heel handig voor. Dus ja, deze ook voor jullie gekocht voor de winactie op Instagram voor €2,99. Dan heb ik voor mezelf deze riem besteld. Die vond ik wel heel erg tof. Want de laatste tijd draag ik heel veel van zulke elastieke rieten riempjes. Zeg maar, ik vind dat heel leuk met maxi jurken. Maar ik heb ze alleen maar in het wit en in het riet. En ik had nog geen zwarte. Dus ik zag nu deze. Ik moet wel zeggen, ik ben niet mega fan van de gesp, als ik heel eerlijk ben. Ik had liever gehad dat die ook echt gewoon zwart was geweest. Maar we gaan het gewoon zien. Voor €2,99. Ik weet nooit hoeveel centimeter ik moet nemen. Dus ik heb maar gegokt. Dus ik hoop dat dit oké is. Maar ja, ik vind ze ook echt een aanrader überhaupt. Gewoon dus met maxi jurkjes met warme weer. Om weer even je taille terug te vinden. Zijn zulke ook heel erg leuk. En ik vind dat dat heel erg ook een zomerse vibe heeft met dat riet. Wel heel leuk dat ik deze online kan vinden. Hopelijk krijgen ze meer accessoires. Ik vind dat ze online echt te weinig aanbieden. Ook qua sieraden bijvoorbeeld. Volgens mij is dat helemaal niet online. En accessoires is ook een beetje schaars. Dus ik vond het wel leuk toen ik deze zag. Dan heb ik deze twee geweldige Disney sets gekocht. En ik vind ze echt heel erg mooi. De Zeeman doet het echt keigoed. Ze zijn pastel. Echt een heel mooi, lieflijk thema. Vaak met Disney heb je toch echt wel snel felle kleuren in je gezicht. Maar ik vind dit pastel en dat muted echt heel erg tof. Als eerste, en deze kennen jullie al. Dit is namelijk de Disney Classics Forever and Ever Body Care Set Shower Gel Bath Fizzer Bubble Bath en Lip Balm. Het is een hele uitgebreide set. Ik zie hier trouwens, bovenop, wordt verkocht voor €4,99. Ik vind het echt heel erg leuk. Je krijgt dus ook allemaal verschillende Disney figuren erin. Marie die is de Bath Fizzer en we hebben hier de Bubble Bath is Bambi. Lion King krijgen we de Shower Gel van Simba. En Dumbo dat is de lippenbalsem. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik probeerde ook met de vorige Disney winactie zoveel mogelijk van de figuren zeg maar voorbij te zien komen. Niet alleen degene die ik leuk vind, maar dat je van alles wat hebt. En daarvoor is deze set natuurlijk echt heel erg leuk. Dus deze heb ik nog een keer gekocht om ook weer in de winactie te doen. Maar eentje die ik nu nieuw zag. En kijk hoe cute. Deze was nu nieuw, maar hetzelfde achtige vibes. Maar deze is van Winnie the Pooh. Disney Winnie the Pooh 95 Years. En dit is zo'n Bath Fizzer Fun rad. Dus je kan dit rad, wieletje, dingetje aan de voorkant draaien. En dan landt hij op een van de Winnie the Pooh figuren. En er staat dus ook bij wat voor geur het zou moeten zijn. Echt heel, heel erg leuk. Het is een beetje dus in hetzelfde thema als die andere set. Maar deze is alleen van Winnie the Pooh. En de vorige keer had ik er eentje van de Disney prinsessen. Maar die had ik toen van de Action. Die wordt niet meer verkocht. En nu zag ik dus deze van Winnie the Pooh bij de Zeeman. Dus ik dacht, perfect. Hartstikke leuk. Ik vind dit zelf echt heel erg leuk. Deze werd ook verkocht voor €4.
€9,99. Vind ik ook een goede prijs. Ook leuk om cadeau te geven aan iemand, denk ik, als je een Disney-fan kent. Dan weer iets wat ik voor mezelf heb geshopt. En ik was super happy dat ik dit zag. Want ik wilde namelijk eigenlijk zoeken stempeltjes bij de Action halen. Maar ze hadden niet meer degene die ik wilde halen. En nu zag ik deze bij de Zeeman online. Dit is een 26 keer stempelset. Dus er zitten 26 stempels in voor €2,99. En dan denk je, Noël, wat moet je hiermee? Nou, de laatste tijd kreeg ik op TikTok heel veel video's dat meiden zulke soort kleinere stempeltjes gebruikten om dan een liquid eyeliner op te doen. En dat je dat dan op jezelf stempelt. En dat je dan echt gewoon... Ja, weet je nog dat dat helemaal een trend was? Dat je eyeliner stempels had? Ik droeg dat een paar jaar geleden nog. Ik ben er altijd fan van geweest. Op deze manier, zeg maar, kan je ook elk vormpje vinden. Als het logisch klinkt. En het zag er super cool uit op TikTok. Dus ik dacht, ja, dit wil ik uitproberen. Maar ik doe dat lekker budget natuurlijk. Dus deze set krijg je er 26 voor €2,99. En ik heb heel veel zin om dit uit te gaan proberen of het werkt. Ik denk dat ik dit ga uitproberen op mijn TikTok binnenkort. Dan ga ik testen of dat daadwerkelijk werkt. Maar bijvoorbeeld het vlindertje, het hartje, het strikje, de aardbei. Die zijn allemaal kei leuk om daar dus mee te proberen. Dus we gaan het zien. Ik ga het proberen op TikTok. Dus als het werkt, dan ga ik dat sowieso doen naar feestjes en zo. Ik vind dat echt heel tof. Nu moet ik dan alleen nog wel een feestje hebben om naartoe te gaan. Maar dan ga ik het doen. Dan iets mega randoms. En ik heb geen idee of het daadwerkelijk werkt. Maar ik zag namelijk dit apparaatje. En als je het zo ziet, denk je, wat de hel is dit nou wel? Tenminste, dat had ik. Voor €1,99 een kledingontpluizer. Dus ja, je kent dan wel, als je een vestje bijvoorbeeld hebt die je heel vaak draagt, dat er allemaal van die bolletjes op komen. Dit apparaatje, op een of andere manier, ik heb geen idee, ik had nog nooit van gehoord of gezien, moet dat de bolletjes eraf halen. Ik kan dus op dit moment nog niet tegen jullie zeggen of dit werkt ja of nee. Ik haal het letterlijk net uit de zak. Maar als nou een van jullie hier ervaring mee heeft of tips ervoor heeft, laat het ons en mij, zeg maar ook de mensen die kijken, weten in de reacties of dit werkt ja of nee. Wat je ervan vond. Het moeten volgens mij ook echt batterijen in, zie ik. En het heeft een uit- en aanknop. Ik ben echt mega benieuwd. Er zit ook een gebruiksaanwijzing bij. Misschien is deze wederom leuk voor TikTok. Ik heb geen idee. Laat me vooral ook weten als je deze misschien op TikTok wilt zien. Maar ja, ik vond het gewoon heel interessant. En voor €2 dacht ik, als dit werkt, is het wel heel handig om in huis te hebben. Dus daarvoor leek het me een leuk apparaatje om uit te proberen. Dan weer iets wat ik voor de Disney winactie heb gekocht. Dit is namelijk de Disney Brush 3+, €1,99. En dit is in het thema van Dalmatiërs. Hij is rood, loopt in een hartje en echt super schattig. De hondjes die met neus tegen elkaar aanstaan. En het is dus gewoon een borsteltje. Deze hebben jullie al vaker gezien op mijn kanaal. Niet precies deze. Ik heb er een van Winnie de Pooh en van nog eentje. Volgens mij Marie. Maar waar ik ze voor gebruik is als tasborsteltje. Daarvoor zijn ze namelijk perfect. Volgens mij zijn ze eigenlijk bedoeld voor kinderen. Maar ik ga hem gewoon bij de winactie doen. Want ik gebruik ze echt heel erg vaak. Ik heb ze allemaal in tasjes zitten. En daarvoor zijn ze super fijn. Omdat het zo'n klein schattig borsteltje is. En deze wordt dus verkocht voor maar €1,99. En ik dacht leuk voor bij de winactie. Dus daarvoor heb ik hem dit keer gekocht. Dan ook, ik was weer op zoek naar wat nieuwe sportkleding. Ik ben de laatste tijd even wat nettere setjes. Want eerst maakt het niet uit wat ik aan had. Maar over een paar maandjes wil ik echt, zeg maar, beginnen met sporten bij... Hoe noem je dat? Weet ik veel. Bij niet een sportschool. Ja, het is ook een sportschool. Maar ik wil, zeg maar, van die klassen gaan volgen. Maar daarvoor wil ik een beetje netjes ook zijn. Dus niet, weet je wel, een blauwe top en een groene broek. Dus ik dacht gewoon een basic zwarte sport BH. Helemaal toppie woppie. Deze wordt namelijk verkocht voor €5,99. Heeft removable pads die je er dus zelf uit kan halen. Heel fijn. Want dan, ja, je voorkeur kan je dan gewoon doen. Maar ook altijd prettig als hij dan in de was is geweest. Kan je de pads weer recht doen. En aan de achterkant heeft hij heel leuk met een nek. Een soort gaasje zitten. Voor €5,99 ziet hij er echt goed uit. Dus ik hoop dat hij past. Ik heb hem nog niet gepast. Maar gewoon een simpele zwarte sport BH kun je natuurlijk niet mis mee gaan, dacht ik. Dus daarvoor heb ik deze gekocht. Dan een item die ik niet aan jullie kan laten zien. Want deze heb ik namelijk gekocht voor jullie. Ik heb namelijk dit shirt gekocht met stampertje en Bambi. Hoe cute is dit? Heel erg cute. Het is gewoon een simpel t-shirt van de vrouwenafdeling. Ik was heel erg aan het twijfelen over de maat. Maar ik dacht, de slimste weg om te gaan is, zeg maar, een L'tje te nemen. Nou ja, in dit geval dus een 42. Hij ging van maat 36 tot 48. Wat ik heel erg goed vond. Goed bereik aan maat. Maar ik dacht, ik doe een 42. Want dat leek me slim als...
je zeg maar een M hebt, dan kun je een beetje oversized dragen. Als je een S hebt, kun je misschien leuk als pyjama shirt dragen. Want hij is ook echt heel erg fijn. Het is echt katoen volgens mij. Het voelt echt heel chill. Ja, is 100% katoen zelfs. Dus dat is ook echt ideaal als slaapshirt of pyjama. Dus ik dacht, ik ga dan voor een 42. Dan past hij bij best veel mensen, zeg maar. Dat was mijn beredenering. Ik dacht, ja, ik kan wel een M'tje of een S'je nemen. Maar dan passen veel mensen het ook niet. Dus een L, dacht ik, is een beetje safe zone. Dus snap je? Laten we maar gelijk alle kledingstukken laten zien die niet van mij zijn. Ik heb namelijk ook van de herenafdeling dit shirt gekocht voor Luc. Die vond ik echt heel erg leuk. Het is een donkergroene kleur. En hier overheen zitten allemaal kamelen, slangen, palmbomen, van alles en nog wat. Dit is dus een zomershirtje. En hij heeft gewoon heel weinig zomershirts. Dus vandaar had ik deze erbij gedaan, want ik vond hem leuk. Dus ik dacht, nou, dan geef ik die als cadeautje. En deze werd verkocht voor €4,99. Dat is natuurlijk ook nog eens heel weinig geld. Dus daarvoor vond ik een beeld op. Er zaten heel veel leuke zomer t-shirtjes bij de herenafdeling, vond ik online. Dan deze heb ik voor mezelf gekocht. Dus ik ga even naar de zijkant. Kunnen jullie hier een aanbeeld zien. En dit is namelijk... Volgens mij is die een beetje groot. Maar we gaan het zien. Misschien past die me wel gewoon. Je weet maar nooit. Ik vind dat sowieso met broeken lijken ze vaak snel zo groot. En dan valt het allemaal wel mee. Dit is in elk geval een maxi rok. Die wordt verkocht voor €7,99. Gaat van maat 36 tot 48. En het is eigenlijk gewoon een hele simpele maxi rok. En nu ik hem in het echt heb. Ja, ik hoop echt dat hij me past. Want de stof is heerlijk. Voelt echt als een pyjama stof. Als ik heel eerlijk ben. Als dat goed zit. Dan is dat natuurlijk heerlijk om te dragen. Hij is van 95% viscose en 5% elastaan. Maar het voelt echt als een pyjama stofje. Hij heeft wel hier zo'n touwtje, zie ik al. Dus misschien kan ik hem dan strak trekken dat hij goed zit. We gaan het allemaal ondervinden. Maar maxi rokken, maxi jurken zijn altijd mijn favorieten om te dragen met het warme weer. Want je bent wel gewoon lekker cool, zeg maar. Met een maxi modelletje. Maar als je gewoon zo'n dag hebt dat je je niet comfortabel voelt, zeg maar. Sommige dagen dan heb ik gewoon zoiets van, oh, ik loop met mijn benen bloot. En sommige dagen ben ik meer zelfbewust. En dan vind ik het prettig als ik zulke opties heb. Dus ja, gewoon een basic. Dan ook voor de Disney winactie heb ik weer een tote bag uitgekozen. Die had ik de vorige keer ook. Maar ik vind die zo leuk van de Zeeman. Kijk dan. Ik heb dit keer de 101 Dalmatiërs gekozen. En je krijgt hier dus allemaal hondjes overheen. Allemaal Dalmatiërs. En verder allemaal zwarte stippen. De tas zelf is wit en een hendel is zwart. En deze worden verkocht voor €3,99. Deze hadden ze ook in heel veel andere Disney opties. Ze wisten dat er ook telkens in. Ik weet trouwens, volgens mij had ik de vorige winactie van Bambi. Maar ze hebben hier in elk geval echt best wel wat opties in. Dus die vond ik ook weer heel leuk om toe te voegen. Praktisch bruikbaar item van Disney voor in de Instagram winactie. Dan ook in deze vond ik zelf heel interessant. Want ik zag nu namelijk online dat ze deze selfie lamp verkochten. En ik denk dat iedereen ze onderhand wel heeft gezien. Ik heb er zelf ook eentje van Shein. Volgens mij had ik die gekocht. Nu moet ik wel zeggen, die zijn echt wel echt slechte kwaliteit. En nu zag ik dat ze hier zo bij de Zeeman voor €2,99 van Grundig, als ik dat goed zeg. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dat merk verkochten. En dat vond ik wel heel fascinerend. Dus ik ben benieuwd. Want dat is gewoon wel echt een established merk. Dus ik denk, je neemt dan aan in elk geval, dat de kwaliteit ook wat beter gaat zijn. Natuurlijk, alsnog €2,99. Dus mijn verwachtingen zijn niet super hoog. Maar degene die ik nu heb is echt heel krakkemikkig. Die had ik toen voor een eurotje volgens mij op Shein. Dus ik dacht, ja, valt te proberen. En dan alweer als laatste hadden ze bij de Home wat nieuwe spulletjes. En ik zag deze Home Scented Candle in Vanilla. En deze was €1,99. Maar dit zijn niet zeg maar van die vaccinelichtjes. Maar het zijn ook niet echt kaarsen. Ja, het zijn kaarsen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar deze zijn wat hogere. Oh mijn god, op de achterkant staat echt mega veel waarschuwingen. Dat je er dood aan gaat. Oké. Ja, ruikt echt heel lekker. Ruikt gewoon standaard vanille, waar ik heel erg fan van ben. Het is een van mijn favoriete geuren. Deze hadden ze ook in verschillende geurenopties. Maar zoals ik al zei, vanille een van mijn favorieten. Dus dat vind ik altijd lekker in huis. En ik had gewoon nog wat kleintjes nodig, want die had ik niet meer. Ik had niks meer om in mijn theelichtjeshouders, zeg maar, te doen. Dus daar gaan deze mooi in. Daar vind ik ze heel leuk voor. Nou, dat was dan alweer alles wat ik deze keer heb geshopt bij de Zeeman online. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. En wat jouw favoriete item was, wat ik vandaag heb laten zien. Ik ben echt heel erg happy met alles wat ik heb besteld. Voornamelijk dus geshopt voor andere mensen. Ik heb voor Luc gekocht en voornamelijk voor de winactie voor jullie. Je zult nu wel mijn Instagram in beeld zien, maar die zal ook altijd, die staat bij elke video in de beschrijving. Dan kun je er gelijk op klikken, kan je er naartoe. Als deze video online komt, ik denk dat zeg maar de winactie begin juni live zal komen ergens. Dat komt omdat ik best wel wat Disney dingen heb geshopt die ook in video's komen. Dus ik moet eerst die video's filmen en dan pas kan ik de foto gaan maken met alle spulletjes samen. Ik
Ik moet wel zeggen, hij is nog veel groter dan de vorige Disney winactie. Ik ben een beetje losgegaan. Maar ja, als je daar dus interesse in hebt, volg me vooral op Instagram. En dan krijg je te zien wanneer ik die post. En dan kun je zien hoe je kans maakt. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccounts, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!